nothing vain, look. Was was developed what they used to do is not in vain. Is that what they mean? In vain. But I think no. Yes. Freiwillig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. In vain betekent dat niets voor niets. Dus je krijgt wel iets dus. Dus wij doen dit wel. We zijn standvast in onze geloof en we doen het niet niets voor niets. We krijgen wel wat. Onze prijs is hopelijk dat wij een van die mannen zijn. Ken je Jeremia 16 en 16? En hopelijk zijn wij een van die mannen die dit gaan doen. Wat er staat in de schrift is my sheep shall hear my voice. Jij weet niet eens waarom Jezus staat, maar de Lord weet het wel. Wat hoor? People wear it until you come, let him hear wait. Jeremiah chapter 16, verse 16. Behold, I will send for many fishes, saith the Lord. The Lord zegt, hij gaat voor many fishes sturen. Wij zijn nu aan het vissen. Jij bent een vis, ik heb wat dingen gegooid zo vroeg. En dan kom je luisteren, want de Bijbel zegt, my sheep shall hear my voice. Mijn schapen zullen mijn stem horen. Je hoort mijn stem, want het is eigenlijk van de Lord. Waarom? Ik zeg wat hier zo staat. En wij komen dan in rechtvaardigen. Want de Bijbel zegt, de Lord dwelt niet in een man-made house. Dus hij is niet in de kerk. Want daar zijn alleen maar little child molesters. Dat weet je zelf. Dat doen ze allemaal. Zelfs die black priests daar zo in Amerika zijn ook little boy pastors. De Vatican City. De Vatican City betekent City of the Serpent Prophets. Je kan het opzoeken op Google. Vatican City, Vaticaanstad, betekent stad van de slangenprofeten. Waarom ga je zelf zonder? Tenzij je echt een slang bent. Daarom hebben ze een slangentong. Daarom zeiden de Indianen hun hebben slangentong. Ja, vorktongen zeiden ze. Maar letterlijk vertaald is het slangentong. Ja. Het is goed bedoeld. Behold, I was sent for many fishes, say of the Lord. De Lord zegt, hij gaat voor fishes sturen. Many fishes, maar wij zijn nu de enige. Over de hele wereld zijn er nu precies mensen net als ons aan het praten en zo. En we vissen onze elect. Want 144.000 van deze mensen zijn de prophets. En zijn elect bedoel ik. En 1/3 gaat gered worden. Dus we worden allemaal gered, 144.000 ook. Maar dit gaat de 144.000 doen. En de 1/3 gaat ook losgaan. Nee, 144.000 is dat. 144.000. Behold, I will send for many fishes, saith the Lord. And they shall fish them. Wij zullen vissen. And after will I send for many hunters. En after gaat die hunters sturen. And they shall hunt them from every mountain and from every hill and out of the holes of the rocks. Mountains and hills, holes of the rocks and ook die kerken. En maakt niet uit waar je schuilt, we gaan je komen halen. De mountains zijn de regeringen. Want wanneer ze een summit hebben in Amerika, ze zeggen let's have a summit. De summit is toch de top van de mountain. Maar hun noemen het summit omdat hun bij elkaar komen en hun zijn dan de top en dan regeren ze over iedereen. Daarom zeggen ze, we're gonna hold a summit today. Het maakt niet uit waar je schuilt, de jagers ga je vinden. En je moet niet vergeten, ze komen met spirituele krachten. Dat zijn dezelfde krachten wat je ziet, wat Hancock heeft. Maar alleen, wij gaan niet zwak worden door een vrouw. Mag je wat vragen? Weet je wat ik bedoel? Als je dichtbij komt, dan ben je opeens slaap. Mag je wat vragen? Spirituele krachten. Je hebt spirituele krachten. Is voor mij. Als je met spirituele kracht, één spirituele kracht ken je, en dat is de van Jezus, die is goed. Ja, die gaan wij krijgen. Zabi? Die is het. Memory scriptures geven waar dat staat. Spirituele kracht. Kijk, dit zegt de Lord. Weet je wat? Ja, kijk. Op dat. Alles begon in dat. En je hebt ook wat. De vijand van. Je hebt ook de vijand. Ja, van de Lord. Ja, van de Lord, ja. En dat zijn alle andere rassen. Daarom, ik zeg ook, gisteren was er ook iemand aan het spreken. Zeg je dan, kom maar spreken. Je moet, you have to dope. Je moet opnieuw laten dopen. Ja, dope hoeft niet. Je moet gewoon dat woord, dope. Nee, dopen hoeft wel. Nee, dat is vies water. Kijk, de katholieken vroeger. Wij geloven daar niet in. De Bijbel zegt niks van dopen.
The Bible says you must The Bible says you must set a mark upon the men and that cry, and cry and sigh for the abomination that be done in the midst thereof. Listen. Luister, mag je even, met alle respect, hè? De Bijbel zegt, je moet je dopen als je groot bent. Wat staat daar? Vroeger, wat staat er wel daar? Ja, je weet niet precies waar. Ja, ik weet hem wel. Oké, dan gaan we verder. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Pas als de Holy Ghost op ons komt, dan pas gaan we de mannen. Dat is alleen voor de mannen, maar later gaan onze vrouwen die krachten krijgen in de kingdom. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the othermost parts of the earth. Dat zijn gewoon ja, overal over de aarde waar onze mensen zijn. And when he had spoken these things while they beheld, the departed with the church. Let's see which one is going to be the things you should have seen in you see me do, thou shalt do greater. Maar we moeten wisten, we moeten goed studeren, want die onthouden is een beetje vervelend. Nee, ik zeg we moeten goed studeren. Want het onthouden, kijk, we kennen het wel. Ik weet precies wat hij zegt, maar ik moet even goed checken waar het staat. Want ik weet het wel. De fische. The things thou see me do, thou shalt do greater. Zien doen, gaan wij greater dan hem doen. En dit is die oorlog dat gaat komen. Isaiah chapter 13 verse 9. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger. Cruel, breed, met wraak en fierce boosheid. Fierce boosheid. En dat is de dag van de Lord. Dat is wanneer hij, iedereen denkt, God heeft de liefde. Nee. Lees het weer. What? Behold, the day of the Lord cometh, both cruel. The day cruel of the Lord cometh. With wrath and fierce anger. Cruel, both with wrath and fierce anger. Dus dat betekent, God is niet alleen liefde. Hij is ook als God alleen liefde is, dan wil je maar zeggen dat hij meer, dus jij meer emoties hebt dan hem. Dat bestaat er. Hij heeft meer God emoties liefde, dan jou. Hij heeft liefde voor deze mensen, maar hij heeft ze ook gestraft. Als God alleen liefde was, toch? God heeft liefde voor iedereen. Nee. Toen slavernij was, toch? Waarom kwam hij niet naar beneden? Dan zei hij zo, hey, dat moeten jullie niet doen met die slaven. Jullie moeten ze niet castreren. Ken je die verhaal van Jacob? Ik ga nu lezen. Jacob. The burden of Malachi chapter 1 verse 1. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. I have loved you, saith the Lord. I have loved you, saith the Lord. Yet ye say, wherein hast thou loved us? Maar deze mensen ze zeggen zo, God houdt niet van ons, want ze zijn een slaven. Je moet niet op deze mensen geloven. Was not Esau Jacob's brother, saith the Lord, yet I love Jacob and I hated Esau. Was not Jacob Esau's brother? I have loved you, saith the Lord, yet he said, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Esau Jacob's brother. Saith the Lord. Yet I love Jacob. Yet I love Jacob. And I hated Esau. And I hated Esau. The most, the meaning the air God knows had hard things to make the mess. Waarom? Since he slept on the main aarde. Jacob? Esau. Oh, Esau. Esau was die wat ik gedoe. Esau is gegaan met de duivel. Maar Jacob was de best. Ja. Yeah.
And Esau here for causing for the devil. Wonder this hij. Jacob. Daarom in de tekenfilms is de duivel rood. Bent ik geloof je? Waarom is hij rood? Omdat die witte mensen weten dat Satan rood is. Romans chapter 9 verse 13. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Jacob have I loved, Esau have I hated. Wacht even. What shall we say then? I have Jacob bestolen. Dus wat ga je gaan? Maar hey, onthoud wat je bent, hè? Je bent de Israëlite. Laat niemand je vertellen dat je iets anders bent. Je bent de Hebrew Israelite en de Lord komt alleen voor jou en die mannen. Maar eigenlijk komt hij voor de mannen en dan de mannen redden jou. Zo. Ja? Is goed. Verse 13. As it is written, Jacob have I loved. Jacob have I loved, the most high heart van Jacob. But Esau have I hated. Esau, so for the written man, he has hated him. Go on. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Which time I have to go to study with yourself. Je bent aan het filmen en zo. Ja, maar we doen dit altijd al. Oké. We doen elke dag veel, elke zaterdag. Breken, maar je moet eerst eigenlijk hier vragen. Aan jou? Dat is toch, ja. Oké. Don't film. Don't film him. Don't film him. Is goed. Ja. Maar we filmen meestal onszelf, hè? We filmen onszelf meestal. But anyway, let's go on. Zechariah chapter 16, verse 4. The Lord have made all things for himself. Yea, even the wicked for the day of evil. Daarom, meneer, die witte mensen, onze slavernij hebben gezet. Wat is een witte mensen? The Lord heeft ze gemaakt. Je zit altijd op witte mensen. Hun hebben toch slavernij gedaan? Omdat is. Ja, maar ze hebben iets vergeten, voorbij me. Nee, voor jou is het vergeten. Ik heb maar Revelation 9 en 13. 2 Peter, chapter 2, verse 9. Ze heeft God Lord, niet gemaakt, hoor. The Lord knoweth... Het is niet verleden, kill. Ik kan niet... The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. That's why the righteous will never get a pot of gold, because the Most High keeps them away from the money and the wicked ass females and the wicked men, so that he shows himself that he loves the righteous. He will never make them go off. So I will serve your numbers. This is Job 21 verse 30, that the wicked is reserved to the day of destruction. The wicked is reserved. Day of destruction. What is the day of destruction? Nuclear bomb. En jij denkt alleen witte mensen. Niet alleen witte mensen. Ik heb je net uitgelegd dat alle rassen, behalve de Negro, Latino, Indiano en de Mexicano, Argentinië, Cuba, Colombia, Chili, Puerto Rico, al die dingen, al die mensen, 2/3 van ze gaan dood. Maar al die andere rassen, de witte mensen, de Hindustanen, de Marokkanen, Maar jij, hoe zit het op jou? Ik ben een so-called Negro. Ben je dood, heb je dood? Iedereen gaat dood, maar wij gaan niet dood op de manier hoe hun dood gaat. Hun gaan dood met gedachten. Iedereen gaat dood. Ja, maar niet op de manier als hoe hun dood gaan. Hun gaan door nucleaire vuur dood. Iedere mens gaat... Hun eigen destruction. Nee, iedere mens gaat dood als je niet in Jezus gelooft. Nee, maar je kan niet in Jezus geloven als je van een andere ras bent. Je kan niet in Jezus geloven als je een Afrikaan bent, of als je een Turk bent, of als je een Marokkaan bent. Kijk, jij dat geloof niet in Jezus. Wat hij niet voor hen is gekomen. Gewoon omdat, ja, luister. Ze denken dat Jezus is opgestaan. Geloof jij nu dat Jezus leeft? Hij is bij de rechterhand van de Vader in de hemel. Dat is waar hij nu is. Ja, en binnenkort komt hij terug. Hij leeft. Toen hij was gezet in die... Toen hij in die grot had gepland.
And every man will see one, oh, study up, study in it. Aici când un dod opcăsat. Aici opcăsat. Tu Maria kwam bij hem om te kijken van oh, om hem te balsameren. Toen was hij al weg opgestaan. Wat hij zijn discipelen al zei. Hij zei tegen op de derde dag zou deze kerk. Zou hij deze tempel weer herbouwen. Wat hij daarmee bedoelde, was die spirituele tempel, die discipelen die hem genoemd. Hij zei op de derde dag. Waarom? Op de derde dag was hij weer opgestaan. Waarom? Op de derde dag heeft hij opgestaan. En hij heeft ook één naam, één dagnaam, heeft hij geschreven. En één naam heeft hij gezegd, hè? Één naam heeft de dagnaam gegeven. Eén naam. Hij heeft de dag. Hij heeft Sabbat. Eén naam. Sabbat. Dus dat is één dag in de week. Ja. Er zijn veel meer feesten. Nee, het gaat niet over de God. De ware God die dit heeft geschreven. That the wicked is reserved to the day of destruction. Dus de wicked moet betalen voor die dingen dat ze gedaan hebben. Hij zegt vergeven, dat is in de boek of Thessalonians, is dat niet zo. Voor wat? Je kan niet vergeven, want de Lord zegt dit. He's talking about we should forgive. I look if it happens. I can take the Bible stuff off. Jesus with the table forgive the big hand. Spot the fire. What is all the fat young people? Maar voor wat voor het voor de eet om in avond. De daarvoor zal God hem niet vergeven. Dat staat geschreven in de boek Ezekiel 25. Daarvoor zal God hem niet vergeven. Listen. You are Baptist? 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. 2 Thessalonians 1 6. Seeing it is a righteous thing with God. Seeing it is a righteous thing with God. Seeing that the red part of this is with God. Second Thessalonians chapter 1 verse 6. See it is a righteous thing with God. Seeing that the rechtvaardig is met God to the betalen. What's the deed with us? To them that trouble you. To them that trouble you. To degene dat ons achteraan zit. En wie zit ons achteraan tot de dag van vandaag? Wie troubelt ons? Wie maakt het moeilijk voor de so-called Negro, de Latino, Indianen en Mexicanen? Iemand maakt het moeilijk voor jullie? De witte mensen maken het. Oké, ik bid voor jullie. En want ik ben zwart. Who are troubled present with us? Do you that are troubled present with us? Tot degene die problemen hebben. God heeft geen kleur. When the Lord the house shall be repaired from heaven with his mighty angels. Wanneer de Lord openbaar wordt in de hemel door zijn mensen engelen, dan gaat iedereen zijn pakzwaar krijgen. God heeft geen kleur. Wat heeft hij kleur? Nee. Dan wat is hij dan? This is a joke. He says God has no color, but then again I ask him, what does God have? He does not know. So what is it? God if he clear, though? What if he done well? Imagine and build. Maar in de Bijbel zeg je mag geen beelden aanbidden. Niet aanbidden. Je moet ervoor zorgen dat je niet beelden gaat aanbidden. Ik ben geen aanbidden. Hoe kan God dan een beeld zijn, maar je gaat geen beelden aanbidden? Ik